Good morning! We zijn op Urk vandaag. Denk erom. We gaan even tanken lossen. We hebben er voor hier 8. We hebben meerdere tanken vandaag. Allemaal voor Urk. 4 adressen op Urk. 2 tanken. Die slepen we even naar achter met een kabel. Ik kan nu met de pompwagen natuurlijk nog niet draaien. Dus even met een band aan de lepels. Dat werkt natuurlijk al hartstikke mooi. Goed shot zo. Die tweede doe ik zelf wel even. Nou, ja, net niet. Nog 2. Kijk, het is mooi makkelijk. Ik heb 1 tank voor de volgende klant. We krijgen nu retourcontainers. De retourcontainers moet ik weer mee terugnemen. Zet die er even voor. Zet dat ene tankje zo meteen weer achterop. Komen bij die andere klant. Kan die er zo vooraf gepakt worden? Hoef ik er eigenlijk niet meer in. Kunnen we die zo wisselen? Zijn we daar ook zo weer weg? Bedankt voor alle goede zorgen. Ja, ik zou zeggen een goed weekend. Goed weekend. En tot de volgende keer. Tot de volgende ronde. Jo, bedankt. Yo, doei, doei. Hoi, hoi. Mooi, deze is gedaan. We gaan de wagen starten. We gaan nog even een keer. Een paar 100 meter verderop. Kijk. We hebben een dubbele deurvanger, eentje aan de buitenkant om de deur helemaal open te klappen. Maar nu, door die blauwe kisten, kan de deur niet helemaal open. We hebben ook nog een deurvanger aan de binnenkant, dat de deur gewoon open kan blijven staan. Dat is ideaal. Ik heb hem al achterop staan voor je. 1 tank. Ja. Ik rij hem een stukje naar voren, want ze hebben die tank op de buitenkant staan. Kan ik die eraf pakken en dan even achterop zetten. Topje staat. De tank staat erin. Ja, hij is goed zo hoor. Ja. Ja, hij staat er al tegenaan. Top, dankjewel. Nou, ik heb alles er al opgezet. Ik heb alleen even een handtekening van je nodig. Ah, hier alsjeblieft. Perfect. Kijk, goed, dankjewel. Goed weekend hè. Tot de volgende keer. Hoi, dankjewel. Weer een tevreden klant. Deurtjes even dichtgooien. We gaan naar de volgende. Kijk, we hebben hier mooi de wagen open, we hadden er nog eentje achterin staan. We hebben er nu nog 7 voorin, kunnen we mooi doorladen. Straks zetten we de pompwagen voorin. En dan laden we alle lege containers achterin, hoeven we daar niet meer langs of bij te zijn. En die kunnen we dan bij ons weer lossen op de zaak. 10 maanden geleden met de eerste officiële vlog. Toen zijn we hier ook geweest, hebben we hier ook een visje gegeten. Toen waren we ook op Urk. Op Urk is het altijd even leuk. Altijd dichtbij en even lekker visje halen. We zijn nu klaar en we gaan straks naar Dronten. En daar komt een echte special. Tot zo. Nou, we zaten net in het restaurant een visje te eten. En vanuit het restaurant zie je een raam en dan kan je erheen kijken. En dan zie je de productieruimte achter mij. Vroeger zei je achter het loket, willen jullie even binnenkijken? Ja, ik zei ja, dat is wel tof, want we zaten al door het raam heen te kijken. Dus wil je even binnenkijken? Ja, is het altijd leuk om te kijken hoe het eruit ziet. Dus ja, nu, je ziet alles dus van die band afkomen, meteen gesneden worden, afgevoerd worden. Dat is wel leuk hoor. Zo, we zitten in de wagen. We rijden net de A6 op. We hebben even 20 tanken gelost in Urk. 4 verschillende adressen. 20 ton lichter. Rijdt weer even makkelijker. Alle assies omhoog. Zoals jullie misschien al kunnen zien, achter mij, naast mij, is er wat aan de lege, kale kant. Geen plooien. Dan gaan we veranderingen brengen. En ik ben echt
onwijs benieuwd. En ik zit er schitterend naar uit te kijken. Dus we gaan zo richting Dronten. En dan, ja, wat ik al zei, ik ben onwijs benieuwd. Waarschijnlijk jullie nu ook al een klein beetje. We gaan het zo zien in Dronten. En dan kunnen jullie me meegenieten. Mooi hè, zo, we staan binnen. Moest even een andere auto uit. Die van ons mocht erin. Nou, echt vette wagen, staan hier binnen. We gaan zo even een rondje doen. Hoi, we zijn bij Special Truck Interieur in de shop. Allemaal mooie spullen hier. Ik heb zelf ook een paar van deze producten. Maar ik kan niet wachten. Mijn gordijnen die worden nu ingehangen. Alberto is al bezig, dus we gaan gauw naar binnen. Kijk, we zijn binnen. Allemaal super dikke wagens. Kijk, daar staat hij. Oei, oei, oei. Skitterond. Skitterond. Kijk eens even. Ja, dit is wel koning. Ja, dik, dik, dik. Hier ben ik echt heel blij mee. Super dikke kleur. Grijs met zwart. Zelfde kleur, skitterond erop. Met een leren band aan de voorkant. Ah, lekker man. Super nice. Mijn gordijnen hangen erin. Maar hier staan natuurlijk van allerlei dikke wagens. We gaan even kijken in een Ierse auto. Helemaal gedaan. Wordt volgende week opgeleverd. Dus dat komt de eigenaar weer halen. En we gaan even aan de binnenkant kijken. Ja, dik hè. Mooi hè. Ja, echt. Helemaal dat ding. Helemaal verbouwd, jongen. Ik ben er overstuur van. Laurens, onwijs bedankt voor de samenwerking en dat je dit voor me wilde doen. Ik ben er onwijs blij mee. Dat kan ik niet echt nu in woorden uitdrukken. Ik vind het echt schitterend. Dat is het goede woord eigenlijk wel. Onwijs bedankt. Graag gedaan. Thanks. Veel en misschien tot in de toekomst tuurlijk, andere dingen. Is goed. We zijn nu net bij Special weg, onderweg naar Zwolle. Om weer te lossen, we moesten ook verder. Ah, die gordijnen hangen erin. Het schitterend voorop, jongen. Ja, ik ben er super blij mee. Hebben ze laten maken voor me. Echt. Ja, ongelooflijk. Ja, heel blij mee. Ook een wolk heb ik erin laten hangen. Ook super blij mee. Nieuw raambandje, alles in dezelfde stijl. Beetje hetzelfde grijs als de auto. Met de zwarte franjes eraan. Ja, echt onwijs vet. Ik ga even 3 pellets lossen. Olie horen. Ja, ik heb pas wel vandaag. De mutsjes zijn op. Dus alleen de groene. We gaan naar binnen. Kijk, normaal gesproken zou je deze voor moeten. Mooi vlot, laatste pelletje er al uit. Pelletjes gelost. Papiertjes mee. Die pompwagen die kan nu gelijk weer onder de auto in de kist. Hebben we niet meer nodig van het weekend. Die wagen die wordt geladen, dus die gaan we maandag weer pakken. En dan... Luchtvering in de goede stand, dat de pompwagenkist goed open kan. Als hij te hoog staat die, dan is die klep te schuin. Dan kan de pompwagen niet omhoog, dan blijft die hangen op die knik. Staat hij weer te laag, komt het eerste stuk weer te hoog. En dan krijg je daar weer een soort van drempel van. Dus als je, ik zet hem dan -70, -70, dan is de klep precies recht. Nou staat deze precies vlak. Als ik hem dus te ver laat zakken, er zit een rubber onder. Dus de auto staat te laag, dan krijg je dit. Dan krijg je deze rand. En als de auto dan te hoog staat, kan je wel bedenken, dan staat die auto zo hoog. Dus dan wordt die knik zo. En dan komt die pompwagen omhoog, dan gaan de voorwielen gaan gewoon los. Dus dan kan je hem niet meer besturen. Dus hij moet gewoon op de goede rijhoogte staan en dan kan je hem zo inrijden. Even die wagen stofvrij maken.
Spuitje erin. Gordijnen weer even opnieuw in de plooi gedaan, want nieuwe gordijnen blijven je plooien. Schoon zo in het begin. Grootste stof er even uit. Gaan we even lossen die wagen. Dit is open. Dag zit erop. Wij hebben hem al op de 12 staan. Ik ga die legere toertanken lossen die we vanmorgen in Urk hebben geruild. We hebben een leuk rondje gehad in de Flevopolder. Uiteindelijk bij... In Dronten geweest bij Special Truck Terrier heb ik natuurlijk mijn nieuwe gordijnen gehad. Ja, ik ben er zo blij mee. Echt onwijs tof. Die moeten nu helemaal spatcijfer in de plooi. Dat ga ik in een andere video laten zien. Daar krijg ik ook veel vraag naar. Dus dat ga ik zo goed mogelijk proberen te laten zien. Op mijn manier, zoals ik het denk dat het mooiste eruit ziet. Ja, ik ben gewoon super blij dat ik die gordijnen heb. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Bedankt voor het kijken. En houdoe.